Yo, what up? Het is je boy Demo. Je kijkt naar een nieuwe aflevering van Punch Out Battles The Judgment. Dit keer gaat het om de reeks van bijna finale event die we laatst hebben gehad. Ik struik de hele tijd in hoe ik dat moet uitspreken, maar maakt niet uit. Ik ben met de top juryleden van altijd Kimo, gastjurylid, ja, Menace D, Tim Beumers en Excellent. En de battle waar we het op dit moment over gaan hebben is de battle van Taser tegen Killer Croc. Ik begin denk ik bij Menace D bij deze. Doe je de hele tijd, hè? Ja, zeg ik dan elke keer de lul. Ja, spannend. Ja, dat is de gastje. Ja, laat ik dan maar gewoon als eerste de asshole zijn. Dat vind ik leuk dadelijk. Ik vond dit echt... deze verdient een prijs. I like where this is going. voor de slechtste battle van de dag. Nee. Dit was echt... Wat vond je er niet tof aan? Laten we daar gaan. Ja, ik heb zeg maar, bij iedereen schrijf ik altijd de lines op die ik tof vind, of van hier een opmerking. Hè. Maar bij hun heb ik alleen maar staan ze van dit kwam niet aan en dat was corny. En dat, ik vond deze, deed in ronde 3. Toen begon iedereen te praten en toen zei hij van... ik kan mezelf niet, kan horen, mezelf choken. Niet horen choken. Dat was eigenlijk de beste enige, crowd response. Ja, dat vond ik tof. Dat vond ik heel leuk. Bij de derde ronde van Killer Croc heb ik echt iets van 80 vraagtekens neergezet. Want ik snapte... Ja, hij was tegen zichzelf aan het praten. Ja, of zo. Nee, maar het concept was vet. Maar hoe hij het uitwerkte was gewoon zo van... Dude. Dat was onbegrijpelijk. Ja. Ik denk op een gegeven moment niet gespeeld meer. Ja, en hij had in ronde 2 iets met Iris in het oog. Dat vond ik wel tof. Ja, dat vond ik dan leuk. En in de eerste ronde was Kellek op heel racistisch zonder punch. Gewoon even. Ja, je mag best racistisch zijn, maar wel met een punch. Ja. Nou, vind ik wel. Als je dat doet. Ja, sorry dat ik het zeg. In, hoe vaak wordt er in battles racistisch gedaan? Ja, ja, ja. Maar het moet ergens naartoe leiden. Ja, als je het dan tof nog doet, dan oké, okay, weet je. Dan slip je door de vingers. Maar even kijken. En deze kwam niet over, joh. Hij spitte ook heel zacht volgens mij. Ja, hij maar ik, ingetogen. Hij doet al heel lang mee. En ja, dan denk ik van kom op man. Heb je niet. Maar vind je dan te lang om zo'n performance te geven als vandaag? Ja, ja, vind ik wel. Vind ik wel. Dus ik vond geen fijne battle om naar te kijken. Helemaal niet blij. Nee. Tim? Ja, ik kan me herinneren dat ik boven zat en. Dat er ooit zo'n soort van iets bezig was. Naast de champ. Of was dit een battle? En dat ik zei, oh. En dat hij zei, ja, ik ook. En dat we toen samen lachten. Niet, ook niet blij. Heb je zijn Kimo weer aan tekenen? Staat er buiten? Staat daar je moer. Ja, hij sluit helemaal af. Maar is dit zeg maar ook de samenvatting die jij hebt voor deze battles? Of van ja, je moertje? Nee, zo zat hij tijdens die battle ook. Mocht je nou kijken naar deze judgment, dan wil je graag dit kunstwerk van Kimo aan je muur hebben. Stuur dan even een mailtje naar aiki@zwarejongens.nl. En vermeld daarbij waarom jouw moer de beste moer is van de wereld. Dan krijg je je moer. Get back to... Ja, tuurlijk. Niet blij. Deze zei op een gegeven moment... Er zaten een paar leuke bars in. Maar het was ook van... Het publiek was ook een beetje klaar. Het was laat. En je was een soort van... En toen, weet je? Mensen waren niet aan het opletten. Maar tegelijkertijd, na deze battle kwam een battle... Waarbij iedereen wel goed deliverde en hard ging. Eerst dacht ik van... Oké, het publiek is er gewoon klaar mee. Maar het lag gewoon aan de battle. Ja, het was gewoon de battle toch... Dat deze had op een bepaalde bar zaten over die paar van Killer Croc. Hij zegt zijn spirit animal is antilopen. Daar moest ik nog wel een soort van om lachen. En over het feit dat Killer Croc een pedofiel is. En hij zegt jouw kinderwens is een Tinder match. Daar moest ik ook wel nog een soort van om grinniken. Giechelig werd ik daarvan. Het begon wel een soort van kort over je zet je gun op, op een ex alsof je campy bent. Er zaten wel wat toffe bars binnen. Maar op een gegeven moment ging het ook... Deze raakte dan op een gegeven moment kwijt, dat het over ja, een of andere tata wil me battelen. Ik had het gevoel dat hij je zeg maar weer chokte. Hij heeft bijna zijn hele derde ronde ook in de camera gespeeld. Ja, hij had het over een tata die hem wilde battelen voor 1000 euro. Maar hij gaf hem een headshot als 5 barkie, je raakt je halve kop kwijt. Dat was en Don Tata had dit. Ja, het zou kunnen, dat Don Tata was. Maar ik denk van je bent hier met Killer Croc aan het battelen, maar even rustig. Ja, weet je, oké.
Killer Krop had vorige keer zijn schizofrene ik gevonden. En die probeerde die vandaag ook weer uit te rollen. En dat werkte niet helemaal oké. Okay. Vond wel leuk. Hij had op een gegeven moment iets over Apartheid Day en Sinterklaas. En dacht van, okay. Ja, dat vind je wel leuk natuurlijk. Nee, ik dacht, toch dat hij zei van ik heb Insano gebeld en die is het er helemaal mee eens. En toen dacht ik, oké, nu vind ik het wel gewoon. Nu mag het. Nee, maar een soort van... This message is approved by Insano. Ja, nu was het een soort van wel leuk. Ja, toch? En wat ik echt fucking grappig vond was dat deze ging helemaal los op die pa van Killer Krop, dat hij niet kon lopen. Blablabla. Ging Killer Krop zeggen van ja, mijn vader kan gewoon lopen. Toen zei deze was tussen de rondes in deze battle niet. Ja, eigenlijk voor mij was dat het hoogtepunt van de battle. Dat ik echt dacht van nice. Mm. En op een gegeven moment gaf Killer Krop gaf 2 keer 50 euro aan X. Toen dacht ik van oké, één X. Vraag aan met dit. X. Gewoon even kan gewoon ik iets vasthouden. Toen zei ik weet niet zo voor mij wedden op die battle of zo. X, ja, maar ze pakte 50. Hij zette 1,50 bij jou. Hij zette nog. Jij zei oké, ik zet er gewoon 2,50 in mijn zak. Ja. Wat ik snapte was ook niet wat de bedoeling was. Kan ik iets vasthouden? Maar wat is met die money gebeurd? Je hebt toch geen uiteindelijk. Maar wat ik het rare vond, hij gaf jou 2 keer die 50. Ja. Waarvan ik dacht van oké, is het een battle dat jullie allebei 50 hebben ingezet? Ja. En waarom heeft Killer Krop dan 2 keer die 50? Ja, waarom is het niet uit de neutrale partij? So much questions. Ik was heel erg bezig van, many questions. Geef me ook een tientje. Ja. Weet dat ik nog 6 pas. Ik was aan voor Killer Krop. Als je toch uitdeelt, Killer, als je dit ziet. Ik had ook wat 50. Maar eindstand, het was gewoon een soort van battle waarin ik dacht van ja, het landt niet. Ze zaten ook in een overtuigend moment. Het was ook een beetje rumoerig, man. Het was zo'n moment dat het publiek gewoon niet stil te krijgen was, man. Okay. En dat was op mijn hoogtepunt tijdens hun battle. En dan moet je dus echt een meester zijn in het publiek weer in je pocket krijgen. En dat deden Dani en Cooper daarna weer. Want toen waren ze weer wel rustig. Ja. Maar hun hadden dat allebei niet in zich op dat moment om het publiek te bedaren, snap je? Okay. Dani knalt gewoon met zijn stem er bovenuit en je moet wel luisteren. Hey! Snap je? Snap je? Ja. Ze worden vanzelf stil. Ja. Dani begint te rappen en everybody shuts the fuck up. Snap je? Want ja, maar hij is gewoon powerful met zijn stem, maar dat hadden hun twee even niet, man. Okay, en dat heeft hun battle een beetje ook beschadigd. Ja, want Krop kwam nou wel naar me toe. Hij zei, ja, en de mensen waren aan het praten en ik kon mezelf niet horen. Ik zeg, man, ik weet toch. Ik kon je ook niet horen. Nee, maar kijk, jij hebt op een gegeven moment tegen, ik dacht van, nou, Demo, als er dan een moment is dat je mensen wilt hoeken, ga dan nu. Maar jij ging ook niet, dus ging ik ook niet. Dacht van, okay. Dit is wat het is. Eigenlijk betaalt me niet genoeg om te hoeken. Kimo, wat zijn jouw cijfers voor deze battle? Ik heb verder nog helemaal niks over de battle gezegd. Dus, zeg dan eerst even wat! Ga door naar die cijfers, zeg maar. Ik dacht dat je dat zeg maar doorgaat. Kijk, beide heren doen altijd mee. We hebben van beide heren betere performances gezien. Dus in die zin viel het tegen. Ik vond het niet. Weet je, ik zou het niet onvoldoende becijferen. Maar, Killer Krop inderdaad, dat jij hebt dat rolletje gespeeld, maar op een gegeven moment zat ik echt te kijken van, is hij nou echt aan het trippen? Dat is voor mij... Bring in the medicine! Dat is een beetje te vaag ofzo. Yeah. Wat ik wel nice van hem vond, is uit een aantal van die Flintstone bars die soms wel, soms niet. Okay. En hij zei iets van, over rug tijdens de seks. Kijk in de kamer, zei die dames, dat doe ik echt, hè. Dat vond ik wel nice. Vind je dat burger tijdens de seks nice? Dat is normaal, je weet hoe Kimo in de groeps-RPS alleen maar rare pornofilmpjes sturen, dus dat past wel bij. Er is niks mis met een kleine liefdevolle verwerking. Waar het bij mij om gaat is hoe hij het brengt. Net zoals dat Miss Lubrano verhaal toen hij zei dat hij zijn hoofd in haar zag. Hij brengt het gewoon als een soort... Ik geloof hem ook echt gewoon dat hij zo en daar kan je van genieten. Hashtag me too. Dat vond ik toch. Hashtag me too, ja. Van ik jas mijn lul, ja vriendin, of zo had hij het over alle dingen en jas mijn lul. Back in the days. Dat is wel oké. In our time, jongeman. Deze gaat een aantal bars die zijn over een groot gedeelte al genoemd. Ik had wel in het begin ook echt dat het leek alsof ze elkaar echt niet mogen of zoiets. Niet zware beef. Dat snap ik wel, ik mag ze ook allebei niet. Okay. Dus op zich. Maar jij mag niet meer mensen niet natuurlijk. Deze gaat op het einde ook weer een tasertje, dat was zonde. Dus dat zonde is eigenlijk een beetje het woord dat zo? Dat is een echte werkwoord binnen Punch-Out. het is al gezegd, maar hoe hij dat zei van nee, ik kan mezelf niet horen choken. Hij kan er wel goed. Die zelfs humor. Maar zonde is voor mij een beetje het woord dat deze battle omschrijft. Ik vind van beide heren weet ik dat ze beter kunnen. En ik zou graag beter willen zien. En als ik dan tot een cijfer kom, dan geef ik ze alle twee een 6,5. Oké.
oké. Okay. Je vond ze wel echt gelijk opgaan. Ik vond ze, ik ga moeilijk hier een winnaar aanwijzen. 6,5, 6,5. Dat gaan onze kijkers in de thuis. Men's Day. Ja, ik vind 6,5 vind ik veel te hoog. Ik vind dat die was, ja, sorry. Ik heb je mag heel eerlijk zijn. Ik heb ze allebei een 4 gegeven. Ja, baba, ja, ik vind dingen. Als je ze een 6,5 geeft, dan is het toch zo van, ah, goed gedaan, jongen. Het is wel voldoende, het is wel zeg maar, ja, nee, een 5,5 is net voldoende, dus de 6,5 is wel echt. Ik heb die eerste battle van Killer Croc moest ik ook bij jureren. En daar gaf hij in één keer een heel ander soort energie, was hij heel druk en daar was het tof. Maar hier was het gewoon één grote warboel. Okay. En ja, ik vond het gewoon... 2-4 dus. Kijk, ik vind als je 6,5 geeft in het finale blok, zeg maar, dat is eigenlijk al te laag. Weet je? Ja, maar dat is waarom staat dit in het finale blok? Omdat ze dat hoger zouden kunnen. Eigenlijk moet je hier minimaal 7 of hoger scoren. En zij scoren dan onder de maat. Maar vind je ze echt net niet? Als ik het net vergelijk, onder de maat dan, zeg maar? Als ik het moet vergelijken met andere mensen, zeg maar, in eerdere battles die we hebben gespeeld en je kijkt naar jouw cijfers, dan vind ik dat wat laag. Maar goed, dat mag. Ja, okay. Dus jij vond hun beter presteren dan A Hollow? Zeker. Gaat hem zeker. Nee, zeker, want ik had bij beide wel bars. En bij Al Horo, dat was dat zeker. Ja, oké, maar... Dat was hem niet, man. Okay, maar laten we dit dan even dadelijk na de battle nog maar bespreken. Jij hebt in ieder geval 2-4 en je hebt 2-6,5. Ja, dus dan... Excellent, jouw cijfer. Kille Krop 6, deze 6,5, man. 6 Kille Krop, 6,5. Deze ietsjes scherper met zijn bars. Iets beter. Hij is echt Tim. Ik heb hetzelfde staan, maar ik voel zijn punt ook, maar tegelijkertijd... I will not stab it. 6,5 voor deze, 6 voor Killer Croc ook. 6,5 deze, 6 Killer Croc. And I'm the asshole again. De eindcijfers van deze battle. Killer Croc is geëindigd op een 5,6. Taser is geëindigd op een 5,8. En terwijl iedereen hier volgens mij nog gaat debatteren over wat ze wel en niet vonden van de cijfers, gaan jullie naar punchoutbattles.nl. Zien jullie met de behulp van jullie stemmen wie er uiteindelijk heeft gewonnen. Ik bedank mijn juryleden Kimo, Menace Day, Tim Beumers en Excellent. En ik zie jullie bij de volgende aflevering van Punch Out Battles The Judgment. Mijn naam is, was en blijft voor altijd Demo. Demo's. Klauw.